Hallo kijkers van Red Wings, welkom bij een nieuwe Take It To The Moon. Het is alweer een hele lange tijd dat we voor het laatst Take It To The Moon hebben gedaan. En we gaan vandaag gewoon lekker verder. Nou ja, even een korte terugblik op de vorige episode. Wat we hadden gedaan in de eerste episode was deze plek vinden. Deze plek is gewoon even de tijdelijke plek waar ik op dit moment een basis heb gebouwd. En in de tweede episode zijn we gaan minen. Nou ja, niet super bijzonder, we hebben wat resources gevonden. En ik heb al een iron pickaxe gemaakt, dus dat is helemaal mooi. En wat de fuck doet deze deur hier ook weer? Oh ja, oké, dat was de cave. Nou, in ieder geval. Ik joinde dus de map weer. En het eerste waar ik tegenkwam was gewoon 10 zombies die hier stonden te chillen met z'n allen. En ik stond hier. En dit blokje was weg. En toen ben ik dood gegaan. Dus dat was niet echt super chill. Nou ja, ik leef nu weer en ik heb mijn spullen weer terug. In ieder geval de meeste spullen, waar een paar spullen zijn gedespawned. Nou, wat ik ga doen, ik ga al mijn spullen hier laten. En ik ga gewoon even buiten een plek proberen te vinden waar ik eventueel later een huis kan bouwen. Nou ja, waarom laat ik de spullen dan liggen? Neem ik ze niet mee? Het past natuurlijk nooit in mijn inventory. En ik kan altijd later terugkomen en ze dan ophalen. Dus. Even kijken. Oeh, daar zit kool. Nou, ik heb al een stack kool ook in de kist liggen. Dus we gaan gewoon even kijken of we misschien een village of een andere chille plek kunnen vinden hier. Sinds wanneer zijn er junglebomen? Oh, wacht, het is gewoon een heel jungle biome. Oké. Okay. Zelf vind ik jungle biomes echt gewoon niet chill. Maar die zijn vast. Ja, ik weet niet. Ik vind jungle biomes gewoon niet zo chill. Dus die ga ik vermijden. Maar dit is wel de versie van Minecraft waar wij ook tempels hebben. Dus eventueel zit er misschien een tempel. En daar wil ik wel even naar kijken eigenlijk. Dus we gaan gewoon zien. We gaan gewoon zien. Misschien komen we een tempel tegen. Ik denk het eigenlijk niet, want het is een super grote jungle. En dan moet ik dat hele pockent er doorheen gaan lopen. Wat ik eigenlijk gewoon wil. Of ik ga op plains wonen. Of ik ga in een bos wonen. Maar het liefst woon ik gewoon in een bos naast plains of zo. Dat vind ik altijd wel chill. Weet je, gewoon op de plains. Daar heb je heel veel plek om te bouwen. En in het bos, daar kun je natuurlijk al het hout en zo vandaan halen. Oeh, we hebben daar koeien. Oké, die koeien die gaan we even afmaken. Ik heb alleen geen zwaard. Dus gebruik ik gewoon even mijn pickaxe. Maar ja, oké. We zijn dus weer van start gegaan met Take It To The Moon. En natuurlijk, zoals de titel al zegt, is het doel om uiteindelijk naar de maan te gaan. En eventueel naar Mars. Want volgens mij hebben ze Mars al toegevoegd. Ik weet niet, ze hadden wel de modpack geüpdate. En volgens mij hadden ze Industrial Craft en zo eruit gehaald. En dat vond ik een beetje raar. Dus ik moet nog even kijken naar wel of met welke mod we in ieder geval aan het begin gaan beginnen. We hebben nog wel Buildcraft, maar even kijken, Creative Tabs. Nee, hier zie je alle mods die we hebben. We hebben Applied Energistics, dat is wel interessant. Nee, natuurlijk Galacticraft, we hebben Equivalent Exchange 3. We hebben hier geen condenser bij, dus we kunnen niet oneindig spul maken. Oeh. Even kijken. Project Red, Steve's Cards. Oké, Steve's Cards is iets waar ik eigenlijk gelijk wel mee bezig wil gaan. Want wat je met Steve Cards heel makkelijk kan doen, is een houtfarm maken die gewoon oneindig hout gaat genereren. En dat is natuurlijk super handig, want een van de saaiste dingen in heel Minecraft is hout hakken. Nou, sommige mensen die zijn het waarschijnlijk niet met me eens, maar ik vind het geen ene zak aan. Dus hoe geweldig zou het zijn als jij gewoon een farm hebt die oneindig hout genereert. Nou, dat is helemaal geweldig natuurlijk. En hoe dat dan werkt, nou, dat zie je later in groot detail. Maar je hebt zeg maar Steve Cards. Je hebt verschillende cards die je kan maken. Daar kun je verschillende upgrades op zetten. Oeh, dit is een mooie plek om te wonen. Ja, ik ga hier wonen. Oké, het is besloten. Maar Steve Cards is dus allemaal verschillende cards waar je upgrades op kan zetten. Zoals diggers, nou ja, boomkappers, whatever, et cetera, et cetera. Je kunt er kisten op zetten. Je kunt er van alles mee doen. En wat je dan doet, je laat een minecart gewoon de hele tijd rondjes rijden om een paar bomen heen. En de hele tijd worden die bomen gekapt en opnieuw neergezet en gekapt en opnieuw neergezet. Dus dat is super handig om gebruik van te maken. Oké, ik heb genoeg cobblestone. Dan maak ik even een axe en dan hakken we hier even wat bomen weg. Oké, ik hoorde daar een heel raar geluidje in de achtergrond. Bam, een axe. Oké, ik weet niet wat hier verder zit. We zitten daar nog bij een jungle biome. En nou, voor de rest, weet je, ik ga hier gewoon even. Oh nee, toch? Oh nee. Oh shit. Oké, ik.
Oké, ja, dat duurde best wel lang. Ik was helemaal vergeten dat die mot erin zat. Dat als je de onderste weghaalt, dat je dan zeg maar de hele boom krijgt. Helemaal vergeten dat dat erin zat. Ik dacht even, oh, wat zullen we nou krijgen? Zit hier, hoe heet die mot ook weer? Die in een mot waar je wapens en zo upgrade. Vind ik gewoon totaal niet chill. Maar daarmee kun je zeg maar, dan bouw je een pickaxe. En dan ga je hem gebruiken. En dan gaat hij net zo slow als met de hand. Dus ik weet niet meer hoe die mod heet. Oh ja, Tinker's Construct. Ik vind die mod echt niet chill. Maar dit vind ik wel chill. Je hoeft gewoon te hakken. En de hele boom valt naar beneden. Het duurt alleen een beetje lang. Maar ja, het duurt natuurlijk ook lang als je die hele boom neer moet halen. Maar ja, nu krijg je alles in één keer. Ik denk dat hoe groter de boom, hoe langer het duurt. Ja, dat klopt. Zoals je hier ziet. Ik krijg hem hier nauwelijks kapot. Als ik hier begin. Oh, dan zijn het gewoon individuele. Oké, interessant. Oh, fuck, dan moet ik in die boom klimmen. Ik haat het als mensen van die vliegende bomen achterlaten op servers bijvoorbeeld. Moet ik het natuurlijk niet zelf gaan doen, want dan ben ik een dikke hypocriet. Oké, hier begint het. Zo, weg met. Wat? Ik begin bovenaan de boom en hij wil niet kapot. Oké, dat klopt volgens mij niet helemaal. Heel even wachten, heel even wachten. Zo. Oh shit, we worden natuurlijk ook alweer nacht. Dus als we hier blijven, dan gaan we binnen de kortste keren dood. Oké, die kan gewoon weg, die ook. Oké, nu kan het wel. Nu kan het opeens wel. Heel erg raar. Alleen deze, die gaat nog wel slow. Wat? Oh, en nu. Oké, volgens mij glitcht die mod gewoon een beetje. Nou, in ieder geval, we hebben het hout en daar gaat het om. Oh, en nu. Oké, dit is een hele rennen mod. Maar whatever. Oké, dan hakken we die nog even weg. Oké, en nu werkt het op deze boom niet meer. Wat? Nu werkt het opeens op dit hout. Ik snap er echt helemaal geen zak meer van. En dan zou dat betekenen als ik de plaatjes erom weghaal, dat het dan wel weer snel gaat, zeker. Of niet? Heel veel wachten, heel veel wachten. Even zo, zo en zo. Nee, wat? Oké, en die bovenste wel. Oké, dit is echt heel erg raar. Dit is echt raar. En dan zit hier ook nog een houtblokje in. Ja, zo. Even kijken, dit is rubberwood. Die kunnen we ook niet weghakken, want die fucking mot. En het is al nacht. Dan hak ik deze nog weg. En dan denk dat ik gewoon even een begintje maak aan een huisje. Want volgens mij krijgen we toch niet echt bezoek van mobs. Jee, wat is dit nou? Die mot is echt glitchy. Het slaat echt helemaal nergens op, man. Wat de hel? Oké, nou ja, whatever. We gaan gewoon een huis bouwen. En nou ja, ik heb meestal dezelfde bouwstijl bij elk huis dat ik bouw. Dus misschien moeten we het nu eigenlijk een keer iets anders doen. Kijk, wat ik meestal doe, is ik zet zeg maar aan de zijkant van zulke palen neer. Nou weet je, ik denk dat ik het gewoon weer zo doe. En dan doen we nu zo. Even kijken, hoe groot wil het huis hebben? Ik denk gewoon zo en dan plaatsen we hier weer wat van deze. Oké, er staat een hele dikke boom in de weg. Oké, en dan komt hier zeg maar de deur. Zo en zo en zo. Hier komt dan zeg maar de deur. Dan moeten we eigenlijk even deze megaboom weghakken. Even kijken of ik erin kan klimmen. Dan gaan we een dikke parcours doen. En ik heb geen eten meer. Oh! Oh nee. Oké, nou ja, gratis dirt. Gratis dirt. Potato, die moet ik even houden. Kan ik eventueel een farm maken? Ik denk dat dat wel zo handig is. Oké, die eten we op. Die eten we op. En die eten we op. En dan als het goed is healen we ook weer. En dan gaan we nu verder met mijn geweldige parkour. Dikke hardcore parkour hier. Let's go. Wham. Oké. Damn. Damn, son. Oké, ik begin gewoon met de. Oké, ik hoor hier zombies. Nou, whatever. Ik begin gewoon met het weghakken van de blaadjes. Want het is weer een van die hele vervelende megabomen. Hallo. Hallo, zombie. Alles goed? Vast wel. Ziet er heel erg goed uit. Zo, die kan weg. Die kan ook weg. Die ook nu. Oké, het lijkt erop dat als sommige stukken hout aan elkaar zitten, dan duurt het gewoon veel langer. Dat is super raar. Want als je dan opnieuw begint te hakken, dan is het wel gewoon heel snel. Net zoals je het in echt Minecraft zou hebben. Dus, oh, dat is de verkeerde tool.
Even kijken, volgens mij heb ik alles. Nou, misschien zit er nog wat hier bovenin. Dat wil ik even checken. Zo. Oh, het sluit aan op een andere boom. Dus dat betekent dat als ik die ook niet weghaal. Wacht, is dat een. Oh nee, niet nog eens. Kom op, kom op. Even kijken. Wat nou als we een appel naar beneden. Of ja. Oh, Oké, dat was fucking close. Ook net, gewoon net niet mijn huis, hè? Holy shit. Oké. Wat de hel, man? Wat gebeurt er allemaal? Ik snap er helemaal niks meer van. Even kijken, zo. Ik moet me er snel even uitgraven. Oké, dat ging even helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd. En nou, dat is wel een klein stuk van mijn huis kapot gemaakt. En ja, veel te veel monsters hier, man. Veel te veel monsters. Weet je wat? Oh shit, die heeft een zwaard. Wat nou als ik die dood kan krijgen? Dan heb ik dat zwaard misschien. Come on. Let's go. Ah, dat viel heel erg tegen. En deze nog even dood. Dit is gewoon een dikke zombie-aanval hier, man. Oh, wauw. Oké, we hebben een wortel gekregen. Dan kan ik gebruiken voor de farm. En daar komt nog een van die lui aan. Bam. Don't fuck with me. If you fuck with me, then you die. Yep. Even kijken. 1, 2, 3. En dan hier zo'n ding. Nou, en dan doen we hier weer op deze manier. Want dan wordt het symmetrisch. Betekent niet dat hier en hier een deur komt. Er komt maar aan één kant een deur. Godsamme. Blijf gewoon even weg, oké? Ik probeer hier even rustig te bouwen. Nou, we halen dit wel gewoon even weg met de hand. En dan zetten we dat neer als pilaar. Ik moet gewoon even de muren af hebben. En dan kunnen die zombies in ieder geval niet meer naar binnen komen. Dus dan zijn we daar gewoon vanaf. Weer een aan. Ook allemaal van dezelfde plek de hele tijd. Ik snap dat niet. Misschien zit er wel ergens een zombie-spanner in de buurt. Of het staat gewoon op hard mode. Kan ook nog. Kijken. Oh, nu staat deze in de weg. Even weg. Jongens, jongens, jongens. Ik sla hem in elkaar met mijn schep, man. Ja, wegwezen. Oké, 1, 2. Nou, we beginnen wel even met het plaatsen van deze. Dat gaat misschien even iets sneller. Hier komt dan hout, 3. Hier komt hout, 1, 2, 3. Hier komt hout, hier komt niks. Hier komt hout, 1, 2, 3. Oké. En dat doen we dan ook hier, want dan kunnen er geen monsters in komen. Dan moet dit wel even zo. Dan halen we dit hoeksteentje even weg. En zo. Helemaal mooi, helemaal mooi. Dit weg. En dan doen we precies hetzelfde aan deze kant. Oh, dat is niet de bedoeling. Zo 1 en 2. Die moeten ook weg. Nou, en voor de rest is het vrij simpel. En oh ja, natuurlijk. Omdat dit zeg maar nu nog steeds vast zit aan die pilaar die ik heb neergezet, blijft het gewoon staan. Best wel vervelend. Maar als het goed is, zou het nu weg moeten gaan. En hier nog. Oké, nou, in ieder geval. Wat ik ga doen. Ik ga mijn spullen pas hierheen brengen als ik hier echt kisten heb staan. Dus dan lopen we even weer terug naar de andere basis. En dan halen we de kisten, of in ieder geval de spullen op. En die stoppen we nog hier in de kist. Dan wordt dit de uiteindelijke basis. Dus wat ik eigenlijk even moet doen, als ik het nog weet, en waypoint zetten. Oké, dit is de nieuwe basis. Oké. En die maken we even een mooi kleurtje. Oké, super random. En stop. En hier. En. Nou, dat is wel mooi. Oké. Dus, volgende keer gaan we verder met dit huis bouwen. We gaan verder met de spullen hierheen brengen. En daarna gaan we echt beginnen aan de machines. Dat wordt super vet. Morgen komt de eerste Q&A online. Dus dat is op woensdag. In ieder geval, vergeet niet te abonneren op Vertihype Games. En een blauw duimpje achter te laten op deze video. En dan zie ik jullie in de volgende video. Yo!